Nou, het moment dat alles, echt de laatste dingen, ook de vrachtwagen, hoi, ingaan. We hebben een klein wagentje. Steven, je hebt een klein wagentje meegenomen. Dat is een heel belangrijk persoon in deze hele operatie. En vandaag gaat het erin. Nou, dat is ook gewoon zo. Nee, dat is niet zo. Maar als we dit op het skelet hadden moeten doen, dan... Ik heb wel een busje voor je, dat krijg je voor je. Dat is waar. Klein stukje, het is maar 200 kilometer. Het is makkelijk, hè. Dus, vandaag gaan we erin, morgen gaan we naar het Stieltjeskanaal. En de eerste doos is waarschijnlijk ook het enige wat hij doet vandaag. Zet er maar in, klaar. Dat we hebben ook onze hulptroepen. Jeanette, Sandra, Tigo, Erik, hij en mijn moeder lopen ook ergens rond, dus nou goed, we gaan beginnen. De buren, ja, per ongeluk, die halen dozen weg. Dus hij is nu nog leeg, zo meteen is hij vol. Nou, van mij hè. Op naar Stieltjeskanaal. Zo, baas, dan zijn we in Stieltjeskanaal. Mooi stukje. Was goed te rijden, toch? Lucky. Nou, dit zijn de hulptroepen in de Stieltjeskanaal. Wie is dat eigenlijk? Overgevlogen. Ja, er staat nog van alles in. Hij is niet opengebroken. Ja, dit is een nieuw gezicht voor de kijker, die was er gisteren niet. Ja, dus Patrick, nou, Wilco is natuurlijk weer. Sander is natuurlijk ook weer. Ja, heel leuk. En ja, het is een kwestie van dit kleine wagentje uitladen. Nou, we zullen het zien. Een mooi shot, Steve. Wat? Kijk uit, breekbaar, hè? Nou, Steve. Eindelijk. Snel, hè? Heel snel. Heel snel. Het is de grootste auto, als ik het niet zo voor in heb. Twee doosjes en een koelkastje. Nou, je gaat weer terug. Hoi. Nou, we zijn een paar uur verder. De hele vrachtwagen is uitgeladen. Het staat allemaal. Daar gaat ie. Steve, dankjewel. En nou, alles staat hier nu in de kapschuur. 2,5 weekje te wachten op onze komst hier naar BNB Aquamarijn. Bij Aquamarijn in Stieltjeskanaal. Volgende stap in het avontuur. Een grote stap. Thuis is het leeg en hol. En dan zitten we nog een paar dagjes. En dan zwerven we wat een beetje rond. En dan 22 september gaan we hier echt beginnen. Dat zie je allemaal in de volgende vlog. Wij zijn nu klaar. We gaan... sushi eten.